stadhuis Hamond-Achel. Goeiedag. Al 30 jaar neemt dezelfde vertrouwde stem de telefoon op in het stadhuis van Hamond-Achel. Maar vanaf volgende week niet meer. Roger Seelen, de onthaalbediende, gaat na een lange en bevredigende carrière op pensioen. Morgen, de 17 december, wordt dat 30 jaar is dat geleden dat ik hier begonnen ben. En ik ben echt blij dat ik die kans gekregen heb en dat ik me nuttig gevoeld heb in de maatschappij. Dat ik iets betekend heb eigenlijk. Morgen is het woensdag, kan hij voor- en namiddag terecht, hè? Mijn taak hier in het stadhuis is het onthaal verzorgen en met hoofdzaak is dat het telefoonverkeer. Daar komen mensen aan de balie voor informatie die mensen verder helpen of verwijzen naar een interne dienst. Oké, ik doe de deur open. Roger is blind geboren. In heel de gemeente staat hij bekend als één brok optimisme. Met behulp van de moderne technologie kan Roger zonder problemen zijn job doen. Ik verlaat me het meeste op de spraak, maar het braille is meer een ondersteuning om de juiste schrijfwijze van een naam, van een woord. Dat is wel belangrijk. Het mooie wat ervan is met die aanpassing aan de computer is dat ik zelfstandig mails kan ontvangen en versturen. En in dit geval heb ik bijvoorbeeld een mailtje ontvangen van een naburige gemeente en meer bepaald Neerpelt. Het was prettig samenwerken en het zal dan vanaf volgende week ook wel een beetje wennen zijn je stem niet meer te horen aan de telefoon. Leeg, maar we komen elkaar misschien nog wel eens ergens tegen. Ik heb de job ontzettend graag gedaan, ben alle dagen graag komen werken. Maar nu geven we de stedelijke hoorn aan een jonger persoon over en die gaat dat zeker zo goed als ik en misschien nog beter doen. En ik ben daar heel gerust in. Stadhuis Hamond-Achel, goeiedag.